Slecht nieuws voor vakantiegangers. Het regenachtige weerbeeld gaat voorlopig niet veranderen. Ook camping-eigenaren balen, want zij zien een terugloop in het aantal gasten. Netbeheerder Liander wil dat we vooral overdag elektriciteit gaan gebruiken. Maar dan is elektriciteit juist het duurst. Ja, echt niet ver. Dat vind ik een probleem van de netbeheerder. En in Culemborg delen lokale voedselmakers een productielocatie. Goedenavond. Regen, regen en nog eens regen. Het is niet de zomer die vakantiegangers in Nederland voor ogen hadden. Maar ook camping-eigenaren balen, want zij zien een terugloop in het aantal gasten. Zoals bij minicamping Nieuwhof in Terschuur. Het is al weken slecht weer. En dan is het afzien op de camping. Het regent en al een paar dagen ook. En toch blijven de gasten gewoon komen. Nou, we hebben wat afzeggingen gehad, maar uiteindelijk degenen die hebben gereserveerd, komen toch nog. En dat valt ons dat nog wel best wel mee, gelukkig. Maar ja, het is nu binnen je voortent vertoeven. Camping De Zanderij in Voorthuizen is een stuk groter en zij zijn daarom minder afhankelijk van het weer. Toch annuleren gasten. Waarschijnlijk één die ik acuut kan herinneren, maar voor de rest gaat het gewoon door en blijft iedereen gewoon gezellig. Omdat er genoeg activiteiten te doen zijn buiten de regen om. En voor de kinderen op de camping maakt het allemaal niet uit. Met vrienden afspreken en zo en gewoon chillen en ja, eigenlijk dat soort dingen. Zwemmen, dus zat te doen op de camping De Zanderij. Ja, een beetje afspreken met kinderen hier en zwemmen eigenlijk. Nee, ik vind het eigenlijk niet vervelend, regen op de camping. Kan je leuk dansje maken, komt helemaal goed. Als het aanhoudt, is dat dan zoiets dat u denkt van poeh, dat wordt wel lastig? Het blijft natuurlijk lastig om de mensen te entertainen, maar het lukt ons altijd wel. Ja. Vrijdag komt een leuke gastenmarkt. Waar we een stuk of 40, 50 kraampjes hebben. Dus ik hoop voor het beste dat het weer ons mee zit. Even doorbijten. Even doorbijten. De man die gisteren dood werd aangetroffen in een bovenwoning in Nijmegen is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Ja, zonder daarbij al te veel in detail te treden, dat heeft alles mee te maken met de manier waarop we deze man hebben aangetroffen. Ja, en op basis van het eerste onderzoek, dan ga je kijken naar wat zou hier mogelijk aan de hand kunnen zijn geweest. Ja, en dan lijkt een misdrijfscenario, dus het gegeven dat deze man om het leven zou zijn gebracht, echt het meest aannemelijk. Zonder daarbij ook andere scenario's uit het oog te verliezen. Nou, dat zijn er over het algemeen vier, hè, op het moment dat wij een overleden persoon aantreffen. Het misdrijfscenario, zoals we daar nu van uitgaan. Maar ook bijvoorbeeld een natuurlijk overlijden, daar komen we het meest mee in aanraking. Maar je kan ook nog denken aan een ongeval of zelfdoding. Dus we neigen nu naar dat misdrijfscenario, maar echt nog redenen genoeg om verder onderzoek te doen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. En de politie roept mensen op die eerder iets opvallends hebben gezien of gehoord bij de woning om zich te melden. En dan, wasmachines, drogers, ovens en het opladen van elektrische auto's. Het kost allemaal heel veel stroom. Volgens netbeheerder Liander kunnen we ze beter overdag gebruiken, omdat dan de meeste stroom wordt opgewekt. Wat we zien is dat de zonnepanelen juist overdag heel veel stroom opwekken. En dat is eigenlijk ook het juiste moment om die stroom direct te verbruiken. Om te voorkomen dat je die stroom niet kunt terugleveren op het net. In Gelderland zijn er het laatste half jaar 45.000 woningdaken met zonnepanelen bijgekomen. En zo wordt er meer energie geleverd dan het net aan kan. Dat betekent dat het steeds drukker wordt, ook met terugleveren. En vergelijk het een beetje met de snelweg waar filevorming ontstaat. Op een gegeven moment lukt het niet meer en schakelen de zonnepanelen zich even uit. Maar wie is bereid om de wasmachine overdag aan te zetten als de energie dan duurder is? Ja, echt niet ver. Dat vind ik een probleem van de netbeheerder. Ja, ik ben wel eens dat er wel wat moet veranderen. Maar op die manier vind ik het ook niet eerlijk. Dan moeten ze ook wel meedenken met ons. Ja. Ik ben veel weg, dus ja, hoe dat moet regelen, dat is gewoon heel, ja, goed, vind ik gewoon heel moeilijk. Dus aan alles verandert wel, maar het moet wel gewoon eerlijk blijven gaan. Want ze maken ook heel veel winst en dat is ook niet eerlijk. Wij hebben zonnepanelen, dus wij produceren al eigenlijk over. Dus we betalen daar niet meer voor. Maar om optimaal van opgewekte stroom gebruik te kunnen maken, zou je stroom moeten kunnen opslaan. Dan moet je denken aan een thuisaccu. Ontwikkelingen die er ook aan zitten te komen zijn een elektrische auto waar je je stroom in opslaat, wat je dan s'avonds weer gebruikt. En er komt mogelijk nog een alternatief. Ja, dat is een nieuwe wetgeving die eraan komt. Dat gaat nog wel nog eventjes duren. Maar dan zou het ook mogelijk zijn om de stroom die je opwekt bijvoorbeeld met je buren te kunnen delen. Het moet een maak- en ontmoetingsplek worden voor vooral lokale voedselmakers. Het net gestarte voedselstation in Culemborg. Onder meer telers, verwerkers en brouwers kunnen zo hun productielocatie delen en dus ook gemakkelijker samenwerken. We staan nu in de opslagruimte van het voedselstation. Hier hebben wij materialenopslag. Materialen die gebruikt worden in onze productieruimte.
Dus hier kunnen makers bijvoorbeeld hun glaswerk of hun ingrediënten kwijt. Dit is de productieruimte. Ja, onze brouwerij eigenlijk. Flexibele ruimte met daarin een ketel, een vaatwasmachine. Maar vooral veel ruimte om dingen te kunnen doen. Wij waren op de zoek voor een plekje dat was een beetje meer collaboratief. Maar ook een super, super sterk verbinding met het lokale foodsysteem. De stap vanuit je kelder naar de grote industrie is gewoon best wel groot als je een product maakt. En wij proberen juist die schaal een plek te bieden. Wij zijn super klein bedrijven en als je een grote machine wil gebruiken of zoiets, it's een beetje moeilijk voor ons. So, voor lagere grenzen om de markt te komen met onze producten. En we proberen ook zoveel mogelijk binnen het voedselstation elkaars reststromen te verwerken. Dus de ene partij heeft sap nodig van fruit en de andere pulp. En zo heb je gezamenlijk maar één product of ingrediënt wat je inkoopt. Ik wil meer collaboraties met coole bedrijven en dit is voor mij de perfecte plekje. Straks een bijzondere ervaring voor de beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse. Hij bezocht een oefenwedstrijd van de club tegen een team waar hij al wel eigenaar van is. Well, a yellow and black heart now, but with a little bit of purple, I guess. De snackbar en het restaurant op het Arnhemse vakantiepark van realityster Peter Gillis blijven de hele zomer dicht. Dat heeft de rechter vandaag besloten. 2 weken geleden trok burgemeester Ahmed Marcouch de horecavergunning van het park in. Vanwege een mogelijke miljoenenfraude en een gevonden vuurwapen. Eind september oordeelt de rechtbank of de burgemeester de vergunning rechtmatig heeft ingetrokken. Gillis vroeg de rechter om de horeca weer te mogen openen, tot er een uitspraak ligt over het bezwaar dat hij daarop indiende. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee. Een 56-jarige automobilist uit Heukelum is vanmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk in zijn woonplaats. Volgens de politie reed de man op de Evert-Nolstraat tegen een boom. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar tevergeefs. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. En sinds afgelopen voorjaar leeft deze wolvenroedel op de Veluwe. Op deze beelden, die Natuurmonumenten nu deelt, is te zien dat er een paardje met zeker 6 welpen aan het spelen is. Het zijn geen recente beelden van de wolfjes, want Natuurmonumenten wilden de wolven in hun kwetsbare periode alle rust geven. Dus de welpen zijn inmiddels al wel wat gegroeid. Ze verdwijnen steeds verder uit het straatbeeld, zelfstandige warenhuizen. Degenen die blijven bestaan hebben volgens Belangenvereniging in de Retail een eigenaar die zelf het verschil maakt. Zoals warenhuis Staring uit Doesburg, een 121 jaar oud familiebedrijf waar nu Paul aan het roer staat. Die bedoel je, hè? Ja, zeker. 1,25 meter? Ja. Het is een begrip, ja zeker. Ik denk omdat de winkel is zoals die is. En zeg maar, dit type winkels, dat zie je niet zoveel meer. Dus dat maakt het leuk. Ik heb een klittenband nodig, 3 centimeter. Ik kan hier 3 centimeter klittenband kopen. En waar kun je dat elders? Dat is een heerlijke winkel van Sinkel. Ja, zo'n heerlijke, mag ik het zeggen, rommelwinkeltje. Die alles heeft. Die alles heeft, ja, inderdaad. Want wat heeft u net gekocht? Wol en een haaknaald. Als we iets niet kunnen vinden en we vragen het, dan zegt Paul... Oh, dat ligt er wel ergens boven. Ga even kijken. Magazijn. Ja, dus altijd... Komt altijd voor elkaar. Maar als je dus dit een keer doet en die zo open valt en naar beneden en dan kun je alle kanten op hoor. Maar hoe lang nog? Want Paul heeft geen kinderen en hij is nu 73 jaar. Wat als hij stopt? Voor mij persoonlijk een ramp. Ik loop al 50 jaar hier als klant en je kan zo gek niet bedenken of Paul heeft het wel. Of hij bestelt het en met de gekste dingen. Dus ik zal het enorm gaan missen. Gelukkig voor zijn vaste klanten. Denkt Paul nog lang niet aan ophouden. Ik ben fit, ik voel me goed, ik vind het leuk. Dus het kan nog jaren doorgaan. Dan door naar voetbal. Het was gisteravond een vreemde ervaring voor Coley Perry. De Amerikaan was aandachtig toeschouwer bij de oefenwedstrijd van Vitesse. De club waar hij nog altijd geen eigenaar van is. De Arnhemmers speelden tegen Patro, de Belgische club die hij al wel bezit. En waarmee hij heel succesvol is. Twee teams komen het veld op. Van het ene team is Coley Perry eigenaar, van het andere team na 11 maanden nog altijd niet. Well, a yellow and black heart now, but with a little bit of purple, I guess. Het moet frustrerend zijn voor Perry dat de overname zo lang duurt. The process is the process, and I can wish it were different, but it is what it is, and so we have to be patient.
Vitesse scoort uit een strafschop via Gian de Recht. De uit Amerika teruggekeerde doelman Eloy Room maakt een ijzersterke indruk en Matthijs Tielemans schiet raak uit een vrije trap. Het wordt 2-2. Een prima eindstand voor de Amerikaan. Ik denk dat hij heel blij is met de uitslag. Nee, maar ze hebben toch behoorlijk elftal staan. En, wij zijn wel veel jonge jongens. Dus, wedstrijd een speciaal teken stond. Dus leuk voor hem om te kijken en te zien. Voor een vriendschappelijk duel gaat het er nogal pittig aan toe. Nou, dat ze zich inderdaad niet het veld hebben laten slaan. Een mannetje stonden, ook hun hoofd koel hielden. Niet meegingen in het gekke gedoe en het gedrag. Dat hebben ze goed gedaan. Het laatste woord is aan Cody Perry, die zich helemaal thuis voelt bij Vitesse. It's a great club. I mean, the more time that I spend here and the more I get to know the people, it's a special place. So I'm excited to be a small part of it. Tot zover het Gelders nieuws. Kijk voor meer updates en verhalen op onze website gld.nl of in de Omroep Gelderland app. Fijne avond. Goedendag. Opnieuw flink wat neerslag vandaag in Gelderland. Deze koeien die zochten ook maar de boom op om een beetje te kunnen schuilen. Lokaal viel er weer meer dan 10 mm. Maar in de loop van de middag toch wel kwam ook de zon af en toe tevoorschijn. Maar op hetzelfde moment trok er ook nog wel een aantal forse buien over. Dit was de regen die wegtrok. En toen aan het begin van de middag vanuit het zuidwesten een aantal forse buien die over met name de Achterhoek trokken. Onweer, windstoten, het zat er allemaal in. En daarachter viel nog verspreid een bui. En nu is het wachten op het volgende neerslaggebied, een lage drukgebied. Dat ligt er boven de Noordzee. Dit is de regen die we vanochtend hebben gehad. En deze pluk met neerslag, die trekt nu ook weer richting Gelderland. Gaat vanavond en vannacht passeren. Dan is dat lage drukgebied uiteindelijk ook voorbij. En krijgen we te maken met een noordwestelijke stroming, waar later ook wat opklaringen in gaan komen. Maar dan hebben we het eigenlijk al over de late middagmorgen. Vrijdag en ook zaterdag is het weer bijzonder wisselvallig. Dit is de kaart van vrijdagmiddag. Dan zien we weer buien boven het land. Maar dan ga ik ook nog even naar dit neerslaggebied. Dat gaat in het weekend passeren. Kortom, het weekend ziet er ook erg nat uit. En dat geldt dus ook voor de avond, want vanuit het westen gaat het weer regenen. Temperatuur ligt rond de 18 graden en die gaat geleidelijk aan iets dalen. Er waait een matige wind uit het zuidwesten. Kijken we nog wat verder naar de nacht, dan is het bewolkt en regenachtig. Temperatuur daalt niet veel verder, 15 of 16 graden. En de wind die blijft nog uit het zuidwesten waaien. En die gaat dan donderdag in de loop van de middag draaien naar het westen tot noordwesten. In de ochtend nog diverse buien, veel bewolking ook. In de middag vanuit het noordwesten misschien al de eerste opklaringen. Temperatuur morgen rond de 20 graden. En de dagen erna blijft het dus ronduit wisselvallig. Ook het weekende is het erg nat, met maxima tussen 18 en 20 graden. Het ziet ernaar uit dat pas in de loop van volgende week het weerbeeld wat beter gaat worden. Nog een fijne dag.